inderdaad ben ik al een paar dagen hier. Ik heb me teruggetrokken om met andere toppers na te denken over wat te doen in deze periode. Weet, de COVID-19 heeft de wereld in zijn macht. Het is een enorme crisis. Elk land leidt eronder. En er zijn enorme kosten aan verbonden. Wij hebben ons teruggetrokken om te kijken op welke wijze de consequenties voortvloeien uit dit geheel, hoe wij dat binnen de wettelijke regelingen moeten aanpassen. We zijn ons ervan bewust. We hebben gezien wat er in het buitenland gebeurt. Fabrieken sluiten. Productie gaat achteruit. Mensen komen op straat te staan. Werkgelegenheid gaat eraan. De regering krijgt minder inkomsten, zoals belastingen. De productie, zoals ik eerder zei, komt op een laag pitje. De inkomsten naar het land toe is enorm. Tegelijkertijd dreigt jouw heel particulier leven in elkaar te storten. De jonge man die taxi reed, heeft bijna geen ritten. De buschauffeur heeft bijna geen ritten. We weten dat onze pokomans nagenoeg elke week en zeker ook tussendoor verjaardagen, maar elke week hebben ze hun inkomsten. Je mag niet in grotere groepen dan 10 volgens de WHO bij elkaar zijn. Dat wil zeggen dat alle afspraken die gemaakt zijn, zijn afgelast. Maar Zaipsa, op een of andere manier moeten deze mannen aan middelen komen. En het land zelf heeft die middelen niet. En tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid dat u moet kunnen eten, u moet kunnen bellen, u moet medicijnen hebben en zo kan ik doorgaan. We hebben de verantwoordelijkheid en voornamelijk naar de kleine man toe. Daarom heb ik me hier teruggetrokken en gekeken hoe dat internationaal gaat. We hebben de triljoenen niet zoals Amerika nu. Meer dan 2 triljoen heeft bijgedrukt om dit soort sociale vangnetten op te zetten. Maar tegelijkertijd willen we dat onze mensen, en zeker onze kleine man, weet dat de president en zijn team constant aan hun denkt, aan de omstandigheden waarin zij verkeren, de ruimte die we moeten creëren dat deze mensen hun gezin kunnen voeden. Gelooft u me, het is een enorm probleem. Mensen van het bedrijfsleven die prestaties geleverd hebben, moeten betaald worden. We moeten het allemaal op een rijtje zetten. Uiteindelijk ga je moeten betalen. Je gaat met de mensen moeten afspreken. Ik betaal je in porties. Wie komt eerst aan de beurt? We zullen met het bedrijfsleven moeten afstemmen. Welk gedeelte van het sociaal vangnet, om het even maar voor het gemak zo te noemen. De minister van Financiën heeft een andere technische benaming daarvoor, hoor. En daarom heb ik gevraagd, hou je aan de regels van ons COVID-team? Daarom heb ik gevraagd dat we nu absoluut geen politiek moeten bedrijven met deze kwestie. Daarom heb ik gezegd, we hebben alles en iedereen nodig om samen te kijken hoe wij gaan overleven. Edoch, je ziet dat een groot deel gehoorzaamt, een groot deel begrijpt het,
Toch zijn er sommige mensen die wat, ik wil bijna typeren als kwajongensstreek willen uithalen. Niet beseffende in welk gevaar ze de gemeenschap van ons vandaag aan de dag brengen. Hun zelf in gevaar brengen, maar ook anderen. We weten hoeveel honderden doden per dag in Italië te betreuren zijn. We weten hoeveel honderden in New York, we weten hoeveel honderden per dag doodgaan in Europa. Maar onze mensen beseffen het niet. Wij zullen met goede voorlichting nog meer tot hen moeten doordringen. En we zullen een beroep moeten doen om de mensen die met fake nieuws komen, om nog meer verwarring te zaaien, om hen te vragen voor een nationale opstelling. Want dan hoor ik, we gaan de minister van Financiën opsluiten. Dan hoor ik, die heeft corona. Dan hoor ik, we hebben olie van de Mouwen al verkocht. Het is heel raar hoe we met elkaar omspringen onder deze zeer bijzondere en moeilijke en gevaarlijke situatie. Ik heb me daarom teruggetrokken. U weet, als ik thuis ben, is het heel dag poli. Allemaal als je bohuta. Hier is het vrij heel selectief dat we mensen uitnodigen. Want we moeten met mensen praten. We moeten met deskundigen praten. We moeten onze beoordeling van zaken kunnen voorhouden aan de deskundigen. Of het nou COVID-deskundigen zijn, of het economische deskundigen zijn, of het nou juridische deskundigen zijn. We zijn hier in het landsbelang. We verblijven hier. Ik ben al de derde dag hier. En ik moet zeggen, de resultaten zijn goed. En ik wilde deze boodschap vanochtend overbrengen. Ik heb ook gevraagd aan de minister van NH om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Ik heb ook gevraagd aan de directeur van Staatsolie, want mensen vertellen verhalen van directeur heeft, althans Lanti heeft directeur onder druk gezet voor Sierra Olie. Het is de hemel schreeuwend. Maar we kennen de mens. We blijven toch leiding geven. En we doen nogmaals een beroep op een ieder voor ik eindig. Laten we begrijpen hoe ernstig deze crisis is. Een crisis die is faya. Het is erger dan de crisis van 1929. Elke dag gaan mensen dood. En elke dag gaan nog meer mensen dood. En wij maken er grappen over. Soms moet ik zelf ook lachen hoor. Om de grapjes. Zolang het maar een grap is, heb ik geen probleem. De leukste die ik vond, wat ik eerlijk, wat hou op de massa met dat. Je alasiki wawa osso deresi toch? Alasiki wawa osso deresi. Je bere hati ya osso deresi. If ya nara ya osso deresi. Kufet osso deresi. Im tayo osso. Dat vond ik een geweldige boodschap. Maar het komt erom, laten we beseffen hoe belangrijk en hoe gevaarlijk de situatie is. Niemand weet wanneer de coronacrisis ophoudt. Niemand weet dat. En er zal hierna, gelooft u me, een nieuwe wereldorde zijn ontstaan. En laten we God allemaal bidden dat wij in die orde nog iets te vertellen hebben en iets kunnen doen voor onze mensen, voor onze kinderen en onze kindskinderen. Met je grand tanje.